Het geneesmiddel van de week is Canakinumab. Canakinumab is een monoklonaal antilichaam dat de effecten van interleukine 1 beta neutraliseert. Het is een weesgeneesmiddel dat voor een paar zeer omschreven bijzondere ontstekingsziekten kan worden ingezet. Bij ziektebeelden waar het pro-inflammatoire cytokine interleukine 1 beta een belangrijke rol speelt, kan Canakinumab worden ingezet. Canakinimab is een anti-interleukine-1-beta-antilichaam dat specifiek bindt aan humaan interleukine-1-beta. En zo de werking van interleukine-1-beta neutraliseert en de verschijnselen van acute ontsteking remt. De toediening verloopt door subcutane injectie. Een ander geneesmiddel dat de effecten van interleukine-1-beta remt is Anakinra. Een in Nederland beschikbare interleukine-1-receptor-antagonist. Anakinra wordt gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis in combinatie met Metotrexaat bij onvoldoende reactie op Metotrexaat alleen. De ontstekingsziekten waarvoor canakinumab wordt ingezet, worden geclassificeerd als auto- inflammatoire aandoeningen, maar niet als auto-immuunziekten. Bij auto-immuunziekten zijn er doorgaans antigeenspecifieke specifieke T-cellen en worden er auto-antistoffen aangemaakt. Bij auto-inflammatoire aandoeningen is dat niet het geval. Daar is vooral het innate immuunsysteem verhoogd actief. De indicatie voor canakinumab staan op deze dia. Allereerst wordt canakinumab ingezet bij de behandeling van... ...cryopyrine-associated periodic syndromes, de CAPS. In deze zeldzame erfelijke ziekte veroorzaakt een verhoogde secretie van het ontstekings-eiwit interleukine-1-beta ontstekingen, die leiden tot onder andere koorts, huiduitslag, gevrichtsklachten, gehoorsverlies, steriele hersenvliesontsteking en uveitis. Een voorbeeld van dit ziektebeeld is het syndroom van muckle wells Andere ontstekingsziekten waarbij karnakinumab kan worden ingezet, zijn de erfelijke periodieke koortsyndromen, waarvan FMF... De familiaire mediterrane koorts de bekendste is. Canakinumab wordt ook ingezet bij de behandeling van systemische juveniele idiopathische artritis bij patiënten van twee jaar en ouder met onvoldoende respons op behandeling met NSAID's en systemische corticosteroïden. En tot slot is ook de symptomatische behandeling van volwassenen met frequente aanvallen van jichtartritis, bij wie NSAID's, colchicine en herhaalde kuren met corticosteroïden niet in aanmerking komen een mogelijke indicatie voor canakinumab. En zoals jullie waarschijnlijk wel zullen begrijpen, kunnen urinezuurkristallen in en om het gewricht macrofagen aanzetten tot de productie van interleukine 1 beta. In deze publicatie in de New England Journal of Medicine worden de effecten van canakinumab bij patiënten met CAPS beschreven. De figuur toont de uitkomst van een dubbelblinde studie, waarbij patiënten met CAPS die met canakinumab in remissie waren gekomen, werden gerandomiseerd voor ofwel doorgaan met de behandeling dan wel staken van de behandeling. De groep bij wie de behandeling met canakinumab werd gestaakt eh, kreeg een eh, placebo toegediend. Goed is te zien dat bij de 15 patiënten die doorgingen met canakinumab geen enkele patiënt een relaps kreeg. Terwijl in de groep die placebo kreeg, al snel de meerderheid wel een relaps ontwikkelde. De sectie Immunologie van het Erasmus MC heeft speciale expertise in de diagnostiek en behandeling van CAPS. Voor meer informatie verwijs ik naar de pagina Periodieke koortsyndrome en auto-inflammatoire aandoeningen. Op deze pagina zien jullie ook de familiaire Mediterrane koorts vermeld staan. Die aandoening wordt in Rotterdam met een relatief grote Turkse gemeenschap, relatief regelmatig gezien. Alleen bij falen van colchicine komen andere behandelingen, zoals canakinumab, in aanmerking. Samenvattend. Canakinumab is een monoclonaal antilichaam dat de effecten van interleukine 1-beta neutraliseert. Het wordt ingezet bij CAPS, een periodiek koortsyndroom en ook wel bij juveniele idiopathische artritis en bij moeilijk behandelbare jicht. Canakinumab is een erg duur geneesmiddel dat alleen door sterk gespecialiseerde artsen moet worden voorgeschreven.